Welkom bij het vervolg over de eerste les over energie en samenstelling van voedingsstoffen. In onze eerste les hadden we gezien dat er op zo'n van die voedingstabellen een aantal belangrijke waarden moeten zijn om eigenlijk de persoon die het koopt te kunnen informeren over wat het juist eet. En af en toe zijn er ook wel een aantal zaken waar je best goed op moet letten wanneer je zoiets koopt. Een voorbeeld dat ze Aanhalen hier, dat zijn uh, twee soorten chips van hetzelfde merk. enige verschil is dat de ene uh, ovengebakken chips zijn, terwijl de andere klassieke gefrituurde chips zijn. En, uh, ja, iedereen brengt natuurlijk graag goed nieuws, dus er staat in het groot van bovenop dat er uh, tot 70% minder vet zit in die uh, ovenchips uh, in vergelijking met de traditionele. Nu, hieronder hebben ze ook de voedingswaardetabellen van deze twee types chips erbij vermeld. En we gaan die eens een keer van dichterbij bekijken. De eerste claim die ze gemaakt hebben, die we gaan controleren, is: lace Oven chips zouden volgens de verpakking 70% minder vetten bevatten dan de traditionele lace paprika chips. Met de vraag: Klopt dat? Wel, als we dat willen gaan bekijken, zullen we de vetten, die hier dus beschreven staan, Even van dichterbij gaan, uh, gaan, bekijken. Moeten we die natuurlijk gaan opzoeken in de tabel die dat daar uh, boven staan. We kijken hier. De vetten staan hier vermeld. Bij die overchips zit er 9,4 gram in 100 gram. Met andere woorden, 9,4% van die 100 gram bestaat uit vetten. En bij de traditionele chips blijkt dat inderdaad veel meer te zijn. 32 gram in dit geval. Wat wil dat zeggen? Als we dan gaan berekenen wat het verschil is tussen de twee, dan nemen we die 32 gram van de traditionele chips en we trekken daar de 9,4 gram af van de ovenchips. Wat is het gevolg ervan? Als we dat intypen met ons rekentoestel, 32 min 9,4, dat gebeurt hier even buiten je scherm, is 22,6 gram. Minder vetten. Ja. Als we nu gaan kijken, die 22,6 gram minder, en we gaan daaruit berekenen hoeveel dat, dat effectief is van het totaal, dan is die berekening: je neemt de hoeveelheid dat het minder is, en je deelt dat door. 32 gram. Wat hebben we hier nu eigenlijk gedaan? We hebben de vermindering in de hoeveelheid vet vergeleken ten opzichte van de totale hoeveelheid vet dat erin zit, wanneer we deze twee met elkaar vergelijken. Op hoeveel komen we dan als we dat ingeven? Wel, ik zal mijn rekentoestel hier even mee in het scherm zetten. Ik neem een 22,6 gram, ik deel dat door 32. En dat is de verhouding dus, een verhouding van 0,70 tussen die twee. Ik kan dat heel snel omzetten naar procent door dat maal 100% te doen. En wat blijkt hier in mijn verhaal? Het is 70,6% minder vetten ten opzichte van het totaal. Op die manier hebben ze dus wel degelijk gelijk. Dat er 70% minder vet in zit. Echter, als we die, die tabel nu een klein beetje meer van in, uh, dichterbij gaan bekijken, wil dat daarom ook zeggen dat je 70% minder calorieën gaat binnenkrijgen wanneer je die twee bekijkt? Dat is een ander paar mouwen natuurlijk. De energiewaarde in calorieën die staat hier vermeld, dat is 416 kilocalorieën. Terwijl dat, dat bij de traditionele chips 531 kilocalorieën is. Het is dus zeker niet zo dat dat 70% minder calorieën ineens is tegenover de, de, die, die iets gezondere variant met minder vetstoffen. Hoe komt dat dat die hoeveelheid calorieën niet diezelfde. Uh, redenering volgt. Wel, welke energetische voedingsstof is er dan opvallend meer aanwezig in die ovenvariant? Als we daarnaar gaan kijken, we overlopen, ja, de calorieën zijn inderdaad hier iets meer, de vetstoffen zijn behoorlijk wat meer. als we naar de volgende gaan kijken, heel veel meer koolhydraten in die overgebakken chips tegenover de traditionele. Als we ook gaan kijken wat ze gedaan hebben om die smaak toch wat te versterken bij die overgebakken chips, hebben ze er eigenlijk bijna drie keer zoveel suiker bij gedaan om dat te compenseren, dat verlies van vet. Dus veel meer koolhydraten bij de overchips en bijna drie keer meer suiker. Dus het is zeker niet zo dat het ineens een perfect verhaal wordt en uh, nog maar een 3 uh, tiende van de hoeveelheid calorieën zal bevatten, dat is zeker niet waar. De volgende die dat ze gaan uh, vragen is hier. Stel dat je 70 gram Lay's oven chips eet. Hoeveel calorieën aan energie neem je dan op? Wel, dan moeten we natuurlijk gaan kijken in onze tabel hier. Bij de hoeveelheid calorieën die het daarbij in zitten. Wat blijkt daar? Je hebt 400, ik ga een klein beetje mee naar beneden scrollen, 416 kilocalorieën. Maar dat is gedeeld door 100 gram. Want er zitten 460 kilocalorieën in 100 gram van die chips. Wat moet je daar dan vervolgens mee doen? Dan moet je dat, ik zal het even tussen haakjes zetten om duidelijk te maken dat je deze bewerking eerst moet doen. Dan moet je dan vermenigvuldigen met de 70 gram die dat je gegeten hebt. Als we dat doen met ons rekentoestel, wat doen we dan? We nemen onze 416 kilocalorieën, dat is gedeeld door 100, want dat is de hoeveelheid kilocalorieën dus die in 1 gram zal zitten. En dan blijkt dat je daar 70 gram van hebt opgegeten. Dus 291,2 kilocalorieën in dit geval. Stel dat je nu 70 gram van die traditionele Lay's chips had gegeten. Hoeveel kilocalorieën neem je dan op? Heel gelijkaardige berekening. 531 kilocalorieën. Van waaruit dat we dus vertrekken. Even een klein beetje meer scrollen. 531 kilocalorieën. Dat je moet delen door 100 gram. Dan heb je dus de hoeveelheid energie per gram van die chips. En dan moet je dat vermenigvuldigen met de 70 gram die dat je effectief gegeten hebt. Als we dat invoeren in ons rekentoestel. Die 531 gedeeld door 100, maal. De 70, die dat er is. 371,4 was het, geloof ik. Ah, 0,7. 371,7. Wat wilde het dus zeggen? Je hebt behoorlijk wat meer calorieën binnen. wanneer je die traditionele chips opeet tegenover die andere. Wil je dat verschil nu weten tussen die twee? Wat doe je dan? Dan neem je die 371,7 en je trekt daar de 291,2 kilocalorieën vanaf, die dat je zou hebben binnengenomen als je voor de gezonde variant had gekozen. Dus dat wil zeggen, er zijn ongeveer 80 kilocalorieën meer dan bij de overships. Dus wil je op je energieinname, op je calorieën letten, dan zijn die ovenchips wel degelijk een vooruitgang ten opzichte van die traditionele chips, als die ernaast ligt. De volgende. Als je de ovenvariant eet, neem je dan ook 70% minder calorieën op aan energie? Zeker niet. Waarom? In totaal hebben we hier nu 80 kilocalorieën uitgespaard, 80,5, gedeeld door het totaal van die 371,7 kilocalorieën die je hebt opgegeten. Als je dat nog eens maal 100% doet, dan wil dat zeggen dat je ongeveer een 21,5%, 21,65% minder calorieën hebt opgegeten. Dus als ze dat vragen voor dat op te lossen, er zit een 80,5 kilocalorie minder in op een totaal van, oh van 371,7 kilocalorieën. Als we dat gaan uitrekenen. Dan neem je dus je nieuwe waarde. In dit geval. Oh, als ik hier nog wil. Dit betekent. Die 80,5 kilocalorie. Calorie, gedeeld door de 371,7 die dat we hadden. En dat moet je dan vermenigvuldigen met 100%. Om te weten hoeveel procent dat dat minder was. En dat was. 21,65% minder. Kilocalorieën natuurlijk. Het is niet alleen suiker dat ze erbij doen bij die chips om de smaak een klein beetje te verbeteren, want als we de hoeveelheid zout gaan vergelijken tussen die twee. Dan merken we hier dat zout hier vermeld staat. 1,6 gram zout voor de ovenchips en 1,4 gram voor de paprika chips. Dus je mag erbij schrijven hier er zit een beetje meer zout op de ovenchips tegenover de traditionele Welke stof zit er naast? Vetten, eiwitten, koolhydraten en zout nog in de chips. Over welke gaan dat? Het gaat over voedingsvezels. De voedingsvezels van deze is 4,8 gram, terwijl dat die bij andere 4,6 gram is. Het is niet dat de ene echt heel veel meer voedingsvezels heeft als de andere, maar het is wel een belangrijke stof die ook vermeld wordt naast die andere. En waarom zijn die belangrijk? Deze zijn belangrijk voor een, we zullen het maar zo beschrijven: een vlotte stoelgang. Niet te loperig, want dan spreken we over diarree. Maar ook niet te hard, want dan spreekt men over constipatie. En vezels. Die helpen daarbij om dat een klein beetje tussen die twee extremen te houden. Welke belangrijke voedingsstoffen ontbreken er nu algemeen in chips als je daar naar gaat kijken? Wel, een van die zaken die we eerst hebben overlopen, die hier bij geen van beide vermeld wordt, want het zit er ook gewoon amper in, dat zijn vitaminen. Vind je niet terug bij een van de twee. Nu. De volgende oefeningen mag je zelf eens een keertje proberen om uit te werken voor jezelf. Je gaat moeten op zoek gaan naar de gemiddelde dagelijkse energiebehoeften die dat er van jou zitten. Nu, wat ga ik daarbij zeggen? Neem maar 2000 kilocalorieën gemiddeld voor de meeste mensen. Die dat daarbij zitten. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid wordt ook gericht op 2000 kilocalorieën per dag. Dat is de waarde voor een vrouw. Voor een man is dat eigenlijk ietsje meer. Maar je kan best deze nemen om eens een keer te kijken of je dit kan berekenen. Ja? Als we dat eenmaal gedaan hebben, bij het volgende videofilmpje, komt er nog een klein beetje feedback op en kan je dat zelfs voor jezelf uitwerken. Zal ik ook even laten zien hoe je dat meer gepersonaliseerd zou kunnen doen? Voor jezelf. Tot dan.